Voilà. De vraag alleen is, zijn we er klaar voor? Oké, jongens, start, goede wedstrijd. Door 267. Dat is Claire Tom. En dat is een vliegtempo, mensen. Ja. Ik zou zeggen, vlieg van mij. C's gehad, ja. Drie categorieën, mensen. We gaan beginnen met de D's. Ah ja, we gaan ze eerst laten passeren. Hier, renders in aantocht, jawel. Heel even kijken. Tien rondes nog, jawel, jawel. En hier wordt er gesleurd door 267. Dat is Claire Tom. En dat is een flink tempo, mensen, ja. Ik zou zeggen, vlieg er mij. Oké, dan gaan wij verder hier. Met de D's. Winnaar, mensen. Winnaar, het nummertje 54. Ruud Havermans. Proficiat. En als ik namen hoor als Ruud, dan denk ik aan Nederland. Klopt dat? Dat klopt, ja. Ja, helemaal Nederlander. En waar woon je trouwens? Vlakbij Bergen op Zoom. Vlakbij Bergen op Zoom. Dat is een eindje bolle, zeg. Toch niet met de fiets gekomen, hè? Nee, toch maar niet. Ik dacht het ook niet, want anders had je er straks hier zo rap niet geweest, maat. Dan nog 13 rondes te gaan. Jawel, 13 rondes te gaan. En hier hebben ze toch al een beetje goesting om te cursen met het nummertje 27 daar vooraan voor Roy Matthias. 13 rondes nog, mannen, 13 rondes. En ik mag zeggen... Ja, en hier wordt erg gekoerst. Hier wordt gekoerst, mensen. Met nog 12 rondes te gaan. Hier aan peloton aan het sleuren. 2:52. En dat is niemand minder dan Yves van Gorp. Jawel. 12 rondes te gaan. 12 ronden. De politie zien aankomen, wat dat betekent dat we van de andere kant ook dat er nog wat achtervolgd waren die wedstrijden. De wedstrijden waren al actief te zetten. En dat krijgen we natuurlijk van de rest van de gaan. Er wordt hier, naar mijn gevoel, toch wel erg snel gereden. Ja. En daar heb je ze. Allemaal de kraakste kamer. Allemaal de kraakste kamer. Met de volle grond. Dat is mijn job. Door de 267 nog 11 rondstrijden. De wedstrijd wagen al, dacht ik te zeggen. En dan krijgen we natuurlijk de renners met nog 11 rondes te gaan. Ik moet zeggen, er wordt hier naar mijn gevoel toch wel erg snel gereden. Voilà. En daar heb je ze. Allemaal nog braaf te samen. Met nog 11 rondes te gaan. Peloton geleid door de 267 Tom Kleren. Nog 11 ronden te gaan, mannen.
Nog 10 rondes te gaan. Nog 10 rondes te gaan. 10 rondes nog, jongens. 10 rondes. Bij de volgende doortocht, premie 10 euro. Volgende doortocht, premie 10 euro. Ja. Volgende doortocht, premie 10 euro, jongens. En die 10 euro wordt geschonken door onze schepen van... Scheiding toch, premie 10 euro, jongens. Premie 10 euro. Het nummer 280. Hendrik Sjorg. Nog 8 ronden, mannen. Nog 8 ronden. Ciao. Nog 8 ronden. Nog 7 ronden. Nog 7 ronden. Nog 7 ronden, jongens. Nog 7 ronden. Mooi pelotonneke voor degenen die ze net misteld hebben. Het waren er 71. Ja. Gaat het hier allemaal? We hebben inmiddels, moest je de tel kwijtgeraakt zijn, nog 6 ronden te gaan. Jawel, ik zie de wedstrijd wagenginder en dat betekent dat we de renners hier onmiddellijk weer bij ons krijgen. Er wordt hier flink doorgeduwd. Kijk eens aan. Met z'n tweeën aan de weg. 2,52. 2,52 van Gorp Yves. En ik dacht het nummer 55 ook te zien. Andy Muis, denk ik. Nummer 16 moet zich achteraan zetten. 16 achteraan. Het nummer 16... En nog even vermelden, het nummer 16, Thibaut Gijsemans, moet achteraan. Thibaut Gijsemans achteraan. Jongens, volgende ronde, premie 10 euro. Volgende doortocht, 10 euro premie. Volgende doortocht,
10 euro premie. En Gijzemans Thibault achteraan alsjeblieft. Dank u. Voilà. Hopelijk. Premie 10 euro, jawel. 2,77, Kemerling Christophe. Nog 4 rondes, jongens, nog 4 rondes. Nog 4 ronden. Hier nog 2 rondes. Peloton gereisd naar 2,73. Didier Roy. Even kijken. Nee, alles niet meer bij elkaar. Hier wordt verdorie getoest. Hier wordt getoest. Laatste ronde. Laatste ronde. Jawel. Met op het voorplan hier 2,73. Didier Roy. Dat is altijd de volte van de trap helemaal vooraan. Laatste ronde jongens. Come on, 7, 8 seconden, dat is 2 keer niks. Laatste ronde. Hebben we dan de wedstrijdwagen? En jawel, renners, en eens kijken. Nee, alles niet meer bij elkaar. Hier wordt verdorie gekoerst, hier wordt gekoerst. Laatste ronde, jawel. Met op het voorplan hier 2,73, Gikier Roy. Dat is toch altijd dezelfde van de straks helemaal vooraan. Laatste ronde jongens. Come on, 7, 8 seconden, dat is 2 keren niks. Laatste ronde. De camera's gaan hun werk moeten doen. Dit wordt een massasprint. Meer dan waarschijnlijk, jongens. De man of 13, klaar. Aankomst, jongens. Jeroen Goeleven, jawel. En nummer 2 en 3, dat hoor je straks wel. Proficiat jongens, mooie wedstrijd van gemaakt. Proficiat allemaal mannen. Voilà, de winnaar bekende al en aan de aankomst. Alles bij elkaar naar het schijnt. Voilà. De camera's gaan hun werk moeten doen. Dit wordt een massasprint. Meer dan waarschijnlijk, jongens. De man of 13, klaar. Aankomst, jongens. Ja, dat is die. En dan de maat. Ja, jongen. Jeroen Goeleven, jawel. Amai. Want hij kan geen dingen. En nummer 2 en 3, dat hoor je straks wel. Nee, want hij is al. Ja, dat is niet van hem.
Proficiat jongens, mooie wedstrijd van gemaakt. Proficiat allemaal mannen. Voilà, de winnaar die kent we al en de rest gaan we dadelijk. We moeten nog weg doen. Emma, neem je boekje mee? In beslag mannen, dat is eenmaal zo. En ik vind het tof dat jullie dat allemaal er willen bijnemen. Alles staat op papier, voilà, dan kunnen wij beginnen aan de proclamatie, zeg maar. En de mooie winnaar mensen, de mooie winnaar van deze wedstrijd, GroenLeven Jeroen. En uw warm applaus alsjeblieft. Proficiat. En zeg eens. Ik ben echt benieuwd die laatste kilometer hoe dat gegaan is voor jou. Ja, de laatste ronde was 8 man weg denk ik, toen we 10 seconden hadden. En ik ging erachter de laatste ronde eigenlijk alles of niks. En ik had het geluk dat er 3 man bij me kwam. En dan zijn we de volgende van gereden. En eigenlijk was 2 kilometer op van het einde komen bij die kopgroep aansluiten. En ik dacht zeker van, dat wordt hier niks meer vandaag, want ik zat stik kapot. En dan had ik het geluk dat Peter hier langs mij vroeg aanging. En dat ik hem kon overkomen. Want, ja, eindelijk gewonnen, zou ik zeggen. En dit jaar eerste ritzegen of wat? Ja, ik heb al denk ik 10 keer op het podium gestaan, maar ik heb niet gewonnen. En vandaag is het eindelijk zover, dus ik ben wel gelukkig. Allee, ze gaan thuis ook gelukkig zijn. Ik de bloemen heb je inmiddels al gehad ontvangen, geloof ik, van onze schepen van cultuur. Jawel. In je TB. Voilà. Heb je de kussen opgekregen? Want ik heb dat niet gezien. Ah, dat is prima dan. Ja, dan ben ik ook gerust. Oké. Proficiat. De tweede vandaag. Roy Gekier, als ik het goed uit te spreken. Dikke proficiat. En Roy, oei, bij papiertje dat gaat vliegen zeg. Hoe is dat gegaan voor jou de laatste kilometer? Want? Ja, de laatste ronde is het al dat we weg zaten, een beetje sparen. En de laatste kilometer moet er eigenlijk aanval. En de reden was weg. Ja, ik zag wel wat we die niet moesten laten gaan. Zelf rekenen toen met nog iemand anders. En de rest kon ook weer aansluiten. Maar ik zat wel op kop bij het opkomen van de laatste rechte lijn. Dat was voor mij al te vroeg, omdat ik toen al een inspanning had geleverd. Dus die mannen gingen aan, dat kon wel genoeg om gelijk het wiel te pikken. Maar de rechte overheen komen de laatste meter. Staat daar een element op, ja? Nederland heeft die vandaag niet slecht gedaan, hebben wij de straks ook al ondervonden. Wat is die vandaag? Van Tolen. En Ruud, die bij de Peter Plus gewonnen, denk ik, die komt van, ook van Tolen eigenlijk. Oh, dat is een goede streek zeg. Ja, oké. Top, proficiat en prachtige korf hier. Dan nummer 3, Peter Behels. Peter, proficiat. En heel speciaal, ja, eerst, we gaan eerst de prijs overhandigen. Voilà. Al dochtertje is erbij. Dat is top. Zeg, vind je dat leuk dat papa zo goed gereden heeft? Ik zeg wel dubbel en dik, want jij Peter, jij bent kampioen van Antwerpen. Alsjeblieft. En de bloemen worden overhandigd hier door schepen van cultuur. Inge de Bie, voilà, met de nodige zoontjes erbij. En, oef, ja, en natuurlijk, de trui. Niet onbelangrijk, dat is echt iets om fier op te zijn. Voilà. Ik zou zeggen, alles had behalve dit, maar dat gaan we niet. Nee, dat gaan we hier niet doen. Hè. Nee. Ja, en dan moet ik de vraag stellen natuurlijk, hoe voelt dat nu, zulke trouw? Ja, dat is altijd plezant. Ik ben ooit al Vlaams kampioen geweest, mijn eerste keer provinciaal. Dikwijls ben ik kort bij, maar niet de winnaar. Maar ik zeg dat Jeroen in mijn wiel zat en die is van Limburg, dus dat kon geen kwaad dat hij van overgaan. En zat er en ook op randje? Komt er nog een Nederlander voorbij, dat is geen bergen. Ik heb zo het gevoel dat jullie elkaar allemaal graag zien, zeg. Ja, iedereen wint hier een beetje, man. Dat klopt. Vandaag allemaal winnaars. Proficiat ervoor. En
dank om er zo'n prachtige wedstrijd van te maken. Allemaal een hele goede retour, jongens. En nog een warm applaus hier voor deze vedetten, zeg maar. Voilà, voilà. Krijg je wel eens een vinger van de tafel, hè? Voelt er wel in, toch? Ja. Nou ja, zwart wit. Vrijwilliger in de tent gewerkt hebben en zo verder. De politie, het rood.